van Bolstar. Zodat je dat hoort, het is echt... Het is beginnen regenen. Echt een heel grote vlaai. Kijk, daar heb je echt de wolken. Dus het is echt niet doen, dus ook... Je kunt zien, het is echt slecht weer. Niks aan het doen. Het is ook een beetje donker. Ik heb trouwens de verwarming al aangestoken, omdat het toch wel wat koud was hier. En ja, toch niet wat riskeren. De strijkplank staat hier al voor mijn hulpverlener. De was die is aan het ophangen. Die is nog niet droog daar. Dat dingen die al wel droog zijn. Dus het is gewoon nog strijkijzer klaar en zo. Maar ja, dat kan hij nog wel zelf pakken en zo. Ik heb nog heel veel kaartjes. Die staan nog steeds in de kast. Dus voorlopig komen er geen andere kaartjes meer toe. Er zijn wel veel mensen die hebben gezegd, ik heb kaartjes gestuurd. Maar ja, dat is wat er toe gekomen is. Momenteel, maar je voelt het ook. Het is echt wel... Konijnen zitten daar nog. Die wou ik eigenlijk uitkuisen vandaag, omdat het ook wel nodig was. Maar dat gaat niet, omdat het slecht weer is. En dat gaan we niet riskeren, want ja, ik moet die konijn ook nog ergens kunnen zetten. Misschien als het van de middag beter weer is, dat ik ga zeggen van oké, we gaan ons uitkuisen, zitten daar nu. Dus momenteel hebben we heel veel last van vliegen, ook door hun. Maar ik kan momenteel niks doen, dus het is echt wel even wachten voor ik iets kan doen. Dus ja, ik heb helaas niet aan doen dat het slecht weer geworden is. Dus betaal niks. Nu begin het daar op te trekken, zie je? Als die dat wil doen, kijk, is dat weer opgetrokken. Dus ja. De micro staat er momenteel niet op, nog niet. Die heb ik gisteren even afgehaald, want ik moest hem in rust gaan krijgen natuurlijk. Dus als hij maar snel warm wordt, want dat zou wel leuk zijn natuurlijk, moest hij wel warm worden. Ik ben ook nog aan het denken wat we met in zijn kamer kunnen doen, omdat zijn kamer kan even laten zien mensen. En zo is ook onlangs jaar geweest, dat iedereen wel weet. En het is echt... het ballenpad heeft hij nog gekregen van Sinterklaas. Dan zijn fietsje natuurlijk, met al dingen, daar zit al zijn speelgoed in. Waar hij ook wel mee speelt natuurlijk als hij hier is. Zijn piano. En zo'n ding allemaal. Dus, maar ik heb echt wel op zich een kinderkamer van maken. Hij heeft wel zijn bedje zo staan. De grote beer die heeft gekregen. Maar alleen nog aan het nadenken wat we hier kunnen creëren. Nu begint het ook nog te bliksemen. Ik heb wel schrik van onweer. Hè. Dus ja, dan moeten we nog eens over nadenken wat we kunnen creëren hier. Dus ja. Maar dat is een beetje hoe Enzo zijn kamer er eigenlijk uit. Ja, dat moet natuurlijk nog naar beneden en zo. Dat zijn nog allemaal dingen die ook nog beneden horen. Eigenlijk, maar het is vooral... Ja, het is ook zo'n beetje speelslaapkamer eigenlijk. Zo wat tussen Enzo, dat Enzo hier ook kan slapen, maar ook kan spelen. Soms neem ik ook wat spulletjes mee naar beneden. Dus er zijn blokjes die zitten beneden in de kast, omdat het daar ook heel vaak mee speelt. Dus ja, ik ben er nog een beetje aan het over nadenken. En ik zal dat met mijn vrienden ook wel eens bespreken en zo. Waarschijnlijk hebben die wel goede tips om dat aan te pakken. Maar zo, we zijn even buiten. Ik denk dat ze de bak vandaag al koud moet, dat weet ik niet. Dat doen we straks wel. De lucht. Kijk, dat is de lucht die nu momenteel is. Met een paar sterren. Het heeft een hele dag geregend. Dus... Nee. Ik ben nog geen verkeer op de baan. En niet normaal. Het is donker. Het is echt pikdonker. Het is altijd meer van koud te zijn eigenlijk.
Ik had het kouder verwacht. Eigenlijk zijn er heel weinig mensen op straat momenteel. Zeer weinig mensen. Af en toe is een auto, maar dat is dan ook. En ik kijk er even tijd stil op als je ziet wat we gevlogd hebben vandaag. Dat is allemaal vandaag, maar je ziet zo'n morgens eigenlijk en je ziet zo'n s'avonds. Nu pak ik het echt niet buiten, want deze week ja, konijnen moet even goed uitgekuist worden. Dus ja, dus we moeten gaan er even op een bank zitten. Het zal wel nat zijn, want ja, het heeft de hele dag geregend, het gras, dus zal het wel nat zijn. Normaal neem ik altijd de laag met jullie mee. Dus eens kijken, daar is het. Kijk, dit is wat ik momenteel zie. Wat jullie ook zien, niks. Dat is wat ik nu zie. Niks. Dat ik aan een bank, maar dat zien jullie ook niet. En je ziet wel dat ik daar zit. De bank was super nat, maar goed. Er valt niet veel aan te doen, hè, banken die nat zijn. Dus ja. Ja, soms is het ook niet heel gemakkelijk eigenlijk. Soms is het zelfs zeer moeilijk. Dat is al eens een keer. Mensen merken dat ook niet altijd. Hè. Mensen denken altijd, ah ja, achter de camera, nee, voor de camera, zijn mensen altijd vrolijk en blij. Maar ik heb ook mijn moeilijke momenten en dat zien mensen niet altijd in de video's. En dat mag zeker ook wel eens een keer getoond worden. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Integendeel. Dus even hier oversteken, dan moeten we door een donkere vlak en dat gaan we ook niet riskeren. Ten eerste, dan zien jullie mij niet meer op de vlog. Ten tweede, ga ik niet doen. En derde, zo gevaarlijk. Dus ja. Maar kijk, we lopen waarin ik hier lopen we nu. Dus zoals moet je eens een keertje uitwaaien. Er zijn mensen die naar de zee gaan om uit te waaien, er zijn mensen die buiten gaan om uit te waaien, er zijn mensen die naar vrienden gaan om uit te waaien. Allee, ik heb heel veel goede mensen om me heen, dat is het probleem. Zeker niet, ik ben echt heel goed omringd rond al die mensen. Soms is het gewoon te veel en dan kun je niks aan veranderen. Totaal niet. Dan kun je gewoon maar gewoon even een dipje. Dus meer kan je dat niet doen. Mijn schouder doet een beetje pijn. Dat is ook om dat ik terug zo mag vloggen en dat zijn we niet meer gewoon. Dus we gaan ons hier zetten, zodat we genoeg licht hebben. En dan ik zeg dat het minder gaat, maar ik wel van de mensen hou. Jullie weten het, we moeten niet altijd een vrolijke noot zijn. Dus
Plus de broek is toch al nat. Ze gaat even doen. Ik haal de batterij toe. De batterij is wel heel plat. Het wijst dat die niet te onweer, want dan zijn we verder van gehad. Dus de... Ik kan jullie hier even opzetten. Op de vuilbak.